Hoe laat zijn jullie begonnen hier in de Kerkstraat? We zijn om 7 uur begonnen. En wat verkoop je al? Heb je al wat verkocht? Ja, zeker. Oh, nou, ik wens je veel succes, hè? Dank je wel. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Hilversum. En wat bent u nu aan het doen? Wij zijn rommel aan het verkopen. De kinderen liggen nog in bed. Ja, slapen. En hoe laat bent u begonnen? 6 uur. Dat is een hele vroeg, hè? Ja, dat moet. Ja. Dan verkoop je het meest om 6 uur. En hoe vindt u het op zo'n markt in Hilversum? Heel gezellig. Ja. Op de koning! Willem-Alexander! Hoezee! Je weet het toch, man. Yo, de blinky blink binkies gaan de straat op. Hier is de schoonmaaksquad, puur natuur. Vooral je lege blikjes drinkies. Daar gaat ie, man. We vegen alle straten, yo. We kunnen het niet laten, yo. Van ochtends vroeg tot laat in, yo. In hoeken en in gaten, yo. Yo, korte Frits, geef die bezem hier. Want ik zie een leeg blikje en een plop papier. Op een hele dunne drollen van een doodziek dier. Wat? Het zijn er 3, nee, het zijn er 4. Yo, ik ben de schoonmaak bullebak. Gooi al die vieze shit in de prullenbak. Yo, kwadraat, schoonmaken kan je. Korte Frits in de zak, mag je mee naar Spanje? Hey, doe eens even rustig, zwarte Piet. In de zak, mee naar Spanje, nou dat doe ik niet. Ik heb veel te veel te doen, en zoals je ziet. Wat er rotsen op de straat, is er veel te vriend. Dreigen. Schelden. Vernederen. Iedere dag opnieuw. Word jij ook zo ziek van pesten? Ik word er doodziek van. Als jij een pester bent, denk dan eens na. Misschien ben jij morgen aan de beurt. Is dat pesten nou echt zo leuk? Pesten is niet cool, pesten is niet top, pesten ook.
Burgemeester Broertjes, welkom. Het cameratoezicht op de Groest en op andere plekken in Hilversum is effectief gebleken. Is gebleken uit een rapport, een onderzoeksrapport. Om de veiligheid te vergroten, het geweld te verminderen. U gaat volgende maand praten daarover met de gemeenteraad. Zegt u nu, zij moeten van heel goede huizen komen om die uitbreiding van het cameratoezicht, want dat gaat u doen in de Doelen en op de Koninginnenweg, om dat te voorkomen? Ja, sowieso. Maar het is voor mij natuurlijk heel prettig dat we na 2 jaar, bijna 3 jaar, cameratoezicht nu ook vast kunnen stellen. En dat is niet alleen dit rapport wat dat doet, maar ook de politie heeft ook observaties waarbij steeds duidelijker wordt dat dat cameratoezicht gewoon effectief is. En we hebben daarom besloten om nog een uitbreidingsslag te doen. Het is niet heel erg groot, maar wel op 2 cruciale toevoerswegen naar de Groest. En dat heeft ook met drugsoverlast te maken. Komt allemaal nog uit mijn wijkbezoeken die ik heb gebracht alweer een half jaar geleden aan verschillende wijken in Hilversum om te vragen wat is nou uw veiligheids- en onveiligheidsgevoel. Nou, drugsoverlast kwam daar een heleboel gevallen uit. En dit zijn 2 locaties waar we dat scherper in de gaten willen krijgen. Zodat we die Groest nog weer veiliger kunnen maken. Dus het blijft altijd maar dat doel dienen van een veilige Groest. En dat is ook de doelstelling van de Raad. Dus ik ga ervan uit eigenlijk dat ze me in dit plan volgen. Ja. Maar we zullen zien. Nou, wordt ook regelmatig de mening van de burgerij gevraagd. Ik zag deze week een enquête in dichtbij.nl. En daar zegt een overgrote meerderheid van de Hilversumse burgers, het werkt niet, het helpt niet. Over camera's? Over camera's. Ja, ik denk dat zij dat dan minder goed kunnen beoordelen. Het is natuurlijk een gevoel, hè? Als zij zeggen, mijn gevoel blijft nog steeds onveilig, nou ja, dan is dat een feit. Daar moet ik respect voor hebben. Het is wel zo dat uit alle politierapporten ook blijkt dat het gewoon echt ook de politie vooral helpt om er dichterbij te zijn, sneller aanwezig te zijn, heterdaden te betrappen. Wie ben ik om dat tegen te spreken? Even naar een ander punt op uitgaansgebied. De Doelen sluit vanwege het feit dat ze zeggen daar de klandizie terugloopt omdat ze de kinderen van 16 tot 18 en jonger niet meer kunnen bedienen. Althans, die komen niet meer. Eerder gebeurde dat ook al bij het oude pakhuis aan de Kolenstraat. Wat vindt u eigenlijk van die ontwikkeling? Ik vind dat prima. Op vrijdag is de dokter en de Doelen zitten vlak naast elkaar. Daar staan honderden jongeren te dringen om bier of niet bier. Het lijkt me heel ingewikkeld om dat te handhaven. Is ook ingewikkeld. We zetten daar nog meer handhavers op. Dat hebben we eerder al voorgesteld. En dat gaan we ook nog in de Raad vaststellen volgende maand. Maar ik denk dat het heel goed is dat de Doelen nu zich ombouwt tot een moderne pasta tent. Ja, pizza, pasta. Pizza, pasta. Nou, dat is toch fantastisch. En dat kan ook voor jong publiek zijn. Dus ik denk, we hebben genoeg horeca wat dat betreft op de Groest. En ik vind het helemaal geen slechte ontwikkeling. Zeker niet. Ik wilde even gaan naar de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Eerst even 4 mei. De dodenherdenking is nu in Gooiland en niet meer in het raadhuis. Waarom eigenlijk? Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet passend vinden, want het is altijd in het raadhuis geweest. Maar we hebben vorig jaar hadden we iets van 600 mensen. Daar kunnen er maar 300 in de burgerzaal. Dus het was krap. Ik vind dat niet zo erg, maar de brandweer heeft daar toch andere meningen over. Dus om daar ook respect voor te hebben, hebben we gezegd, nou dan gaan we naar Gooiland. We verwachten veel aanloop, omdat Arno Grunberg natuurlijk een gerenommeerd spreker en schrijver is. De Bill Minko lezing. Die de Bill Minko lezing gaat houden. En daar zijn we natuurlijk heel trots op dat hij dat ook voor ons doet. Dus we denken dat het veel aanloop krijgt. En dan is Gooiland toch net even iets passender qua omvang. Daar kunnen 600 mensen in. 700 mensen. En ik hoop dat dat de zaal goed vol zal zijn. Het thema van de dodenherdenking is dit jaar, wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. U gaat zelf in op de positie en het verhaal van wethouder López Díaz, David López Díaz. Hij was heel belangrijk voor Hilversum, ja. Kort voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Een man die veel betekende ook voor de economie. Wat maakt zijn verhaal zo bijzonder? Ja, dat ga ik vertellen. Het is echt een aangrijpend verhaal. Ik nodig iedereen uit die dit ziet om toch 4 mei dan te komen luisteren. Het is een schrijnend verhaal. Hij is in Mauthausen overleden, vermoord door de Duitsers. Het was een zeer geliefd en geroemd wethouder voor de oorlog. Hij heeft veel voor Hilversum betekend. Zwembad heeft hij opgericht hier. Was hij zelf erg trots op.
Het was een gezien man en die is dus eigenlijk op een hele dramatische manier aan zijn einde gekomen. In de kracht van zijn leven. In de jaren, hij was iets van 56, geloof ik. Ja. En, en hij staat natuurlijk op de plaquette in de raad, in de burgerzaal. En dat is mijn doelstelling steeds geweest, dat ik elke 4 mei probeer één of meerdere mensen van die op die plaquette zijn, 25 mannen, jonge mannen, om die weer tot leven te brengen in een verhaal. En hij is nu dit jaar aan de beurt. Ja. Jood en socialisten. Ja. Dat twee is... handicaps, zoals hij zelf zei. Ja. En toch 12 jaar wethouder geweest voor de Tweede Wereldoorlog, tot aan de Tweede Wereldoorlog. En dat is heel bijzonder. Dus ik ben erg blij. En er komen misschien nog wat nabestaanden ook om dit verhaal te vertellen. Dan naar 5 mei. Dan gaat u op het bordes staan van het Museum Hilversum. Ja. Met veteranen, nieuwe veteranen en ook mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Ja. Hoe bijzonder is dat? Het is de eerste keer, dat, althans in mijn periode, dat we dit zo doen. Hilversum telt toch enkele honderden veteranen. En we doen het echt voor hen. En 5 mei is dan bevrijdingsdag, dus een goed moment om dat te doen. In heel Nederland wordt dat dan ook wel gevierd. En ik denk dat het... tot nu toe werd het in Bussum gedaan, in Krailo. Dat is nu voorbij. En wij hebben als Hilversum Centrum plaats... hebben gezegd, laten we dat stokje overnemen. En we zullen het zien. Het is een eerste keer. Dus we met oude auto's, jeeps die voorbij rijden. Ja. Dus we gaan een kleine parade afnemen. Tot slot, burgemeester Broertjes. U weigert de opvang van illegalen in Hilversum te staken. Iets wat het kabinet u wel vraagt. Ja. Het gaat in Hilversum om 5 à 6 mensen. Ja. U heeft het al een tekentafelakkoord genoemd. Hebben ze in Den Haag een beetje het zicht op de werkelijkheid verloren, vindt u? Nou, dat zo algemeen durf ik dat niet te zeggen. Maar ik vind dit wel een lastig uitvoerbaar akkoord. Dat vind ik niet alleen, dat vinden heel veel burgemeesters. Ik ga echt die mensen niet uit hun beschermde omgeving halen nu. Het zijn kwetsbare mensen, mensen die tussen de raderen zijn gekomen. Die op een of andere manier terug moeten en niet kunnen blijven. Dat proces, dat is natuurlijk een juridisch proces geweest. Waar ik niet alleen zijn ouds van ken. Maar in ieder geval het resultaat is dat zij vinden dat ze niet terug kunnen. Vanwege alle gevaren die ze lopen. Wij vangen die mensen op onze manier. En ik ga die mensen geen enkele reis naar Eindhoven of naar Amsterdam geven. We zullen zien. De Hoge Raad moet ook nog maar een uitspraak komen. De Raad van State, sorry. Ja. Ergens in mei, juni. Nou, dat is ook nog even afwachten, want als die ons verplichten... We hebben ook een zorgtaak, hè, als burgemeesters. Een zorgplicht. En als die ook door de Raad van State serieus wordt genomen... dan kan het zomaar zijn dat dit akkoord ook niet eens mag worden uitgevoerd. Ja, want volgens Europese regels mag het ook niet, begrijpen. Nou ja, daarom. Dus er is nog van alles over te zeggen. En tot die tijd houden we het beleid zoals we het nu doen. En dat doen heel veel burgemeesters, dus ik voel me redelijk veilig. Volgende week... bent u er niet, althans niet in het kader van dit gesprek in verband met de 5 mei-viering, tot 12 mei? Ja, graag gedaan. Dank u wel. 30 april gaat de film De Ontsnapping in première, een film naar het boek van Helene van Rooyen. En we zijn nu op de Ladies Night, want daar is vandaag, dinsdagavond alvast, de film te zien. Nou, waarom ben ik op die Ladies Night? Nou, om alvast met de schrijfster te praten. Helene van Rooyen, ze staat naast me. Helene, bedankt dat je ons even te woord wil staan. Wat is het eigenlijk voor een film of een boek in eerste instantie, uiteraard? Nou, het boek en de film komen heel erg overeen, gelukkig. Het gaat over een vrouw die heel erg vast zit in haar huwelijk. En eigenlijk ze heeft een soort sluimerende depressie al een tijdje. Die heeft ook te maken met het verlies van haar broer. Toen ze jong was, is haar broer gestorven aan kanker. En die heeft haar echt gezegd... je moet altijd het leven ten volle leven. Je moet van elke dag een feest maken. Ik kan het niet doen. Hij overleed, dus hij kon zijn leven niet gaan leiden. En hij heeft haar op het hart gedrukt om het wel te doen. En als ze dan om zich heen kijkt, ze heeft 2 kleine kinderen. Ze zit in een ontzettende sleur. Het seksleven is niet meer wat het geweest is. Ja, op een gegeven moment kast het gewoon niet meer aan en denkt ze, ik moet weg. Ik moet gewoon weg. Ik moet de belofte nakomen. Ik moet gaan leven. En dan pakt ze de oude auto van de broertje. Oude Toyota. En dan gaat ze rijden. Dan rijdt ze naar Portugal. Dus ze ontsnapt echt letterlijk en figuurlijk. En het gevoel wat je beschrijft van ik moet hier weg, ik moet hieruit ontsnappen, dat is helemaal geen fijn gevoel natuurlijk eigenlijk. Hoe is dat zo ontstaan bij jou? Nou, het is ontstaan omdat ik
Kijk, moeders en kinderen, het is toch een moeder die haar kinderen verlaat. Dat is best een taboe. Als een man weggaat om een pakje sigaretten te kopen, zeg maar, dat zijn we eigenlijk wel gewend. Ook na scheidingen raakt de vader vaak uit beeld. Maar een moeder die echt gewoon haar kinderen in de steek laat, zeg maar, dat is vrij ongewoon. Dus ik was ook heel benieuwd hoe dat zou zijn. Ik was zelf ook benieuwd naar het verhaal. Dus ik ging schrijven met het uitgangspunt van er gaat een vrouw weg. En, ja, en toen heb ik het verder eigenlijk gewoon maar laten ontsporen en laten lopen zoals het ging. Maar is dat idee niet misschien ook een beetje omdat moeders zich nooit zouden kunnen voorstellen dat ze dat doen? Dat zul jij ook hebben? Ja, precies. Ik zou het zelf ook niet kunnen of willen. Maar het is natuurlijk wel een fantasie. Je hebt vaak de fantasie. Natuurlijk heeft iedereen wel eens momenten dat ik denk, oh, weet je wel, ik kan de kinderen achter me hangen plakken. Ik word gek van mijn man. Weet je wel, hier zit ik dan vast voor de komende jaren. Iedereen heeft natuurlijk wel eens het gevoel van willen ontsnappen. En het is, ja, het is gaaf als je dan fictie schrijft, dat je het gewoon, ja, kan laten gebeuren. Het is toch niet echt. Dus dat was het idee. En dan nu krijgen we de vertaling naar de film te zien. Ben je daar blij mee? Ja, ik heb de film gelukkig gewoon mogen zien. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind het echt een mooie film geworden, heel intens. Eigenlijk, het boek is natuurlijk alweer een aantal jaren oud. En in mijn hoofd was het toch wel een vrij vrolijk boek. Ik had een beetje de sombere kant had ik een beetje verdrukt. Dus ik was ook best wel aangedaan door zeg maar het lijden van Julia, de hoofdpersoon. En haar somberheid, haar de ontsporing. Hoe ze zichzelf probeert te verdoven met drank. En het is een roekeloze zoektocht. En Isa speelt het ontzettend goed. Je ziet ook echt heel veel verdriet. En je ziet dat het ook een wanhoopstaat is. En niet van holla die, ik ga feesten. Dus dat is, ja, ik vind het heel mooi gedaan. En ook de stukjes over de broer. Dus de stukjes uit het verleden. Het is heel goed gedaan. En ook wel aangrijpend om te zien. Kunt u uitleggen wat Win een Winkel inhoudt? Ja, we hadden eigenlijk het idee om juist in tegenstelling tot het woord leegstand de zaken wat positiever te benaderen. En door Win een Winkel in te zetten hopen wij wat mensen over de streep te trekken. Die eigenlijk een goed plan hebben, die een goed idee hebben of die misschien wel een tweede vestiging ergens zouden willen openen. Wij ondersteunen die persoon ook, dus het is niet alleen dat je 3 maanden gratis een pand kan intrekken. Maar ook dat je feedback, klankbord krijgt van ondernemers. Er heeft al iemand aangeboden om een marketingondersteuning aan te bieden. Dus we bieden eigenlijk een breder pakket in de ondersteuning. En daarnaast mag iemand gewoon 3 maanden een pand intrekken en zijn ding proberen. Voor wie is het initiatief Win een Winkel tot stand gekomen? Nou, eigenlijk is het samen met een aantal collega's hier in de straat. Komen we met enige regelmaat bij elkaar. Je moet het zo zien, we helpen elkaar als het nodig is en zijn in die zin geen winkeliersvereniging, maar we ondersteunen elkaar op verschillende vlakken. Daar is dat idee geboren om op een positieve manier midden in de Bussumerstraat iets leuks te doen en om daar weer wat reuring te creëren. En dat lijkt te lukken, dus dat is superleuk. Zo'n actie komt niet zo vaak voor. Heeft het wel veel aandacht van de mensen om jullie heen? Nou, als ik kijk naar toen we ermee begonnen zijn, heeft het direct op social media behoorlijk wat aandacht gekregen. De wethouder heeft erover getwitterd. Hier Hilversum heeft aandacht aan besteed. Het heeft in de Gooi in Eemlander gestaan. Dus dat heeft allemaal behoorlijk wat positieve reacties teweeg gebracht. Mensen zijn echt heel enthousiast dat we dit doen en ondersteunen het idee. En ook al een aantal inzendingen hebben we binnen gehad. Dus het idee lijkt te lukken. Ja. Dus de gemeente steunt jullie hierbij ook? Ja, heel erg. Dat is eigenlijk fantastisch. Daar zijn we ook dankbaar voor. Zo staat de actie op de site centrumhilversum.nl. Wethouder Floris Voring zit samen met een aantal ondernemers met ons in de jury. En op andere vlakken worden we ook ondersteund. Dus dat is wel plezierig. Nou, ik zou vooral zeggen, als je een leuk idee hebt en vindt dat je past in de Bussumerstraat tussen onze en onze collega wil worden, kijk dan op de site centrumhilversum.nl en stuur jouw inzendingen in. En misschien word je dan wel een van onze collega's. Op Landgoed Zonnestraal in het Dresselhuispaviljoen is zaterdag voor de laatste keer in Hilversum de tijdelijke tentoonstelling Inslag te zien. Voor de tentoonstelling hebben Hilversumse kunstenaars zich laten inspireren door versleten keukendoeken. De tentoonstelling is getiteld
inslag. En dat heeft te maken met ketting en inslag van het thema weven. Ik heb 11 Hilversumse kunstenaars gevraagd om een prachtig kunstwerk te maken van een geheel versleten theedoek. We hebben een geblokte theedoek, een rode en een blauwe, echt Nederlands, hebben we bij een restaurant hier opgehaald. En juist dat versleten oude materiaal heb ik gevraagd aan de kunstenaars of zij die kunnen gebruiken tot een mooi en tot een kunstwerk kunnen verwerken. Daar zijn hele verrassende kunstwerken uitgekomen, want de kunstenaars werken in allerlei verschillende disciplines. Dus er is bijvoorbeeld een kunstenares bij, Marianne Kemp, die speciaal het ambacht weven heeft en die normaal gesproken met paardenhaar werkt. Maar zij heeft deze theedoek uitgerafeld en weer opnieuw ingeweven tot nieuw kunstwerk. Daarnaast hebben we een fotografe die het theedoek als een blinddoek heeft gebruikt. We hebben een tasontwerpster die de Birkin-tas van Hermès helemaal na heeft gemaakt, exact, van deze prachtige theedoek. We hebben schilders, we hebben allerlei disciplines die zo aan het werk zijn geweest. En nu komt het natuurlijk prachtig uit, dit oude vervallen materiaal, in dit hele mooie pand. We zitten nu in het Dresselhuispaviljoen op landgoed Zonnestraal. En dat is van buiten helemaal gerestaureerd, maar van binnen nog niet. En zodoende natuurlijk voor ons een prachtige, unieke locatie om deze kunstwerken te laten zien. De tentoonstelling is nog te zien tot en met zaterdag 2 mei. Dus vrijdag en zaterdag van 12 tot 5 zijn we hier aanwezig. En eventueel nog op afspraak. Na deze tentoonstelling reist de tentoonstelling nog door in het hele land. Dus we gaan nog naar het Meertens Instituut in Amsterdam en het Brinkhuis in Laren. Dus dat kunt u allemaal volgen op de website van pupart.nl. Vanaf 1 mei kunt u de foto's komen bewonderen in het raadhuis. Deze foto's zijn gemaakt door een groep kinderen. Dit in het kader van 5 mei, vieren van de vrijheid. Maar jongens, zullen we dan kijken hoe we deze tentoonstelling kunnen openen? Ik ben de burgemeester, ja niet echt, want eigenlijk normaal zit Pieter Bruutjes in deze keten. En hij is ook degene die dit hele initiatief heeft aangezwengeld, heb ik begrepen van hem. Zijn vrouw heeft dat idee in Amsterdam gedaan. En toen was hij in gesprek met de Gooise Fotoclub. En bedacht, hé jongens, jullie worden ook wat ouder met elkaar. Ik hoop dat ik dat netjes uitdruk. En toen dacht hij van, waarom is het niet, dat is leuk om een project zoals zijn vrouw dat in Amsterdam had gedaan. Dat was de gedachte. Ja, en wat heel leuk is natuurlijk dat je een thema, dat vrijheid. Nou, en dan kijk ik naar al die foto's en dan mag je straks maar even vertellen hoe je daar vrijheid in ziet. Want dat hebben jullie dus je zijn rondgegaan waarschijnlijk met je iPhone, of hoe heb je die foto's gemaakt? Een camera. Camera. Echt waar? Serieus? Een camera. En dus ben je die buurt al rondgegaan, of in je eigen omgeving, en heb je met de gedachte van vrijheid heb je foto's gemaakt. Ja. Nou, is het nou niet geweldig, dat is wel heel, heel geweldig hoor, dat jullie nu hier hangen, want normaal komen alleen hele echte kunstwerken, maar nu zijn jullie ook hele echte kunstwerken, want het hangt nu aan de muur. Ik vind het heel bijzonder is dat, hè? Ja. En wij vinden het ook heel bijzonder dat dit gebeurt. We zijn er ook heel trots op. De echte burgemeester is ook heel trots dat dit allemaal gebeurt. En vinden het ook hartstikke leuk dat jullie nu jullie foto's laten zien. Dus ze vinden het ook heel jammer dat hij er zelf niet kan zijn, maar dat hij graag wel gedaan. Omdat het toch wel voor ons weer een ontzettend leuk initiatief is. Hè? Dat je op deze manier met een fotoclub en dat jullie de wijken rondgaan en op een manier daaruit gaat laten zien wat vrijheid is. Maar vooral wil ik jullie ook wel eventjes in het zonnetje zetten, want dit is jullie tentoonstelling. Dus wees er alsjeblieft trots op. Neem iedereen er mee naartoe, al je vriendjes en vriendinnetjes. Komen ze ook eens in dit mooie raadhuis. Ik heb gezien, dat is toch een heel mooi raadhuis dat we hebben. Waar je trouwens ook wel een mooie foto van kan maken. En breng ze maar hier en laat ze maar zien. Dat dit een onderdeel wordt van van de gemeente Hilversum. En ik wil jullie hartelijk danken voor jullie eigen creatieve inbreng. En ik hoop, wie weet, wat je er in de toekomst nog mee gaat doen. Goed begin. Ja. Gefeliciteerd. De tentoonstelling is geopend.